De bushouders van het Nationaal Vervoerbedrijf, de NVB, die vandaag in actie zijn gegaan, hervatten morgen het werk. Dit zegt de ondervoorzitter van de organisatie van bushouders in Suriname, Iwan Wone. De OBS behartigt ook de belangen van de NVB-bushouders. Wone geeft aan dat de regering een achterstand had vanaf december. Inmiddels is er een bedrag van 7 miljoen SRD gestort voor de OBS. Hiermee is de achterstand van de maanden december en januari ingelopen. De gelden over de maand februari worden eind maart gestort. Er zijn ruim 140 NVB-bussen en boten die landelijk hun diensten verlenen, zegt OBS-ondervoorzitter Wone.